welkom weer bij een nieuw filmpje deze keer. Mijn februari setup. Als jullie mijn filmpje hebben gezien van januari, hebben jullie gezien dat het toen met het waterverven een beetje raar liep met de pagina. En daarom dat ik deze keer een los waterverfvelletje gebruik, zoals je hier ziet. Deze setup is eigenlijk een beetje minimalistisch. Ik gebruik een beetje kleur in de tinten van rood en wat oranje. En ik laat het craft paper, zoals je hier ziet, ook met de titel februari, let ik ook overal eigenlijk een beetje terugkomen. Het waterverfsetje dat ik hier gebruik is van Van Gogh. En als je beneden in mijn description box kijkt, kun je zien waar je deze ook kunt vinden. Oké, gaan we verder met mijn maandkalender. Ik heb ervoor gekozen om deze maand een andere soort maandkalender te doen als de keer daarvoor. Ik heb de maandkalender zelfs wat kleinere vakjes gebruikt. En op deze manier had ik de mogelijkheid om recht op de pagina ook nog een trekker toe te voegen. De vakjes zelf van de kalender zijn 2,5 cm bij 2,5 cm. En er zit overal steeds een halve centimeter tussenin. Ik heb een trekker omdat ik eigenlijk deze maand wil gaan bijhouden hoe vaak ik lees in mijn bullet journal werk. Iets op Instagram post, Facebook en ook hoe vaak ik eigenlijk iets uitgeef. Dat leek me wel interessant om weer eens een keer bij te houden hoe en wat allemaal. Hier zie je weer het craft paper. Hier doe ik weer wat waterverf op om daarna de titel februari eroverheen te werken. Deze hele pagina is gemaakt met een Stabilo pen, de Fineliner donkergrijs. En daarna heb ik eigenlijk een soort shadowbox eromheen gemaakt door middel van een glitter gelpen die uit het gelpennen setje komt van de Action die je in mijn vorige shoplog filmpje kon zien. Oké, gaan we door naar de week setup. De week setup is ook weer net even iets anders dan de vorige keer. Ik heb nou eigenlijk de dagen gewoon los opgedeeld en bovenaan staan steeds de events en dan kan ik eronder steeds mijn to-do voor die dag erbij zetten. Ook hier gebruik ik weer het craft paper, net als bij de titelpagina, en doe ik het eigenlijk afwisselen tussen geverfd met waterverf, gewoon waterverf los in de bullet journal, en het craft paper alleen los, om het op die manier toch simpel te houden, maar toch wat kleur toe te voegen. Het gehele resultaat laten zien eigenlijk. Zoals je ziet de titelpagina, gewoon heel simpel met wat waterverf. Mijn maandkalender, waarmee ik duidelijk alles kan ook gaan bijhouden deze keer met een tracker. Aangezien ik dit keer geen plek had voor mijn losse boekenlijstjes per week, heb ik nou een extra pagina waar ik op bij kan houden welke boeken en ook eventuele notities kan toevoegen. En dan gewoon alle losse weekplanners eigenlijk, met bovenin steeds de events van die dag en eronder mijn to-do-lijstjes. Ook deze keer weer een losse pagina voor memories waar ik mijn foto's van Instagram en dergelijke in kan doen, zodat ik toch altijd terug kan kijken naar deze maand. Hopelijk vonden jullie deze video leuk. Als jullie deze video leuk vonden, geef het dan een duimpje omhoog. En als je dit soort video's nog vaker wil zien, vergeet je dan vooral niet te abonneren op mijn kanaal. En hopelijk tot de volgende keer. Doei!